Daar ik hoor je. Hoe? De meegroep is bij de Nederlandse balkenklasse. Want die zijn gewoon aan vijf ronden. Nee, nu. Ja, vanaf de coureur vanaf P2, die brengt de MR2 buitenom. De binnenkant profiteren de P1 te verdedigen, dat gaat verlopen goed. Bij de 62 plus blijft nog even aan de leiding Giel houden. De 37 was van Giel Hondermans. Die met MR2 probeerde de P1 op te nemen, maar voorlopig weer. Terug zit op P2, een metertje of 7-8 achter de koploper. Twee ronden nog met de koploper. Giel Hauwe, de 62. Terug vanaf P3 die op rukt inmiddels de tweede plek genomen. Leek eventjes richting de kop van de wedstrijd te rijden, maar daar een wat minder snelle lijn te pakken heeft. Zo kan de 37 onveranderd aan de leiding blijven. Laatste ronde voor de stad op 62, de koploper bij Giel Hauwe. Ja, dan worden we toch wat kitsen. Metaal op metaal. Geld in de laatste ronde, dus dan kunnen we op weer naar de finishslag. Met de 62 van Giel Hauwe, die de overwinning pakt. De tweede plek gaat naar de stand op de 371 met Anton van Duinhoven. De 393 bracht de derde plek met Ivo Jansen. Met niet alleen dan ook binnen, Rob Willemsen. En in de staart van het veld de 314 met Jan Luttekeijzer.